Boys and girls, Pascal Lieber in the house. Yo, hè. In de YouTuber van de week staat iedere keer een bekend metaal detectiekanaal in de spotlight. Naast het zoeken hebben ze nog een andere hobby en dat is het maken van leuke filmpjes. We beginnen deze keer met twee heren uit Kampen. Kijk naar het verhaal van een dynamisch duo die iedere zondag om 12 uur een nieuw filmpje de wereld inslingert. Pascal Lieber is in the house. Hoe kennen wij elkaar? We kennen elkaar eigenlijk van het werk. Zo is het eigenlijk begonnen. Pascal die heeft dus, die had eigenlijk al een idee van, ik vind het super leuk. Ik vind het leuk om naar oude dingen te zoeken. Oude dingen. Hij had dus een magneetje gekocht. En dat magneetje, die vist dus dingen uit het water. En je gooit het water erin. Ja, misschien kan je het beter. Ja, als je er dan in gooit. En dan hopen dat er wat aan blijft hangen. En op een gegeven moment toen we dat dus deden, toen zei Randy van, ik ga ook wel een keer mee. En zo kwam alles eigenlijk een beetje bij elkaar. Hij zei, ik heb ook nog wel een detector op zolder liggen. Nemen we die de volgende keer ook mee? Ja, die stond nog 4 jaar op zolder. En toen zeiden we eigenlijk van, die gaat gewoon mee. Dus ja. Pascal was op een gegeven moment af magneetvissen. Ik liep ernaast met de detector en hij had al een kanaaltje. Ja. En zo langzaam is het eigenlijk gaan groeien. En nu staan we hier. En wanneer wist je, dit vind ik echt te gek. Wanneer is je dat? De eerste keer al toen we een musketkogel vonden, toen we samen gingen zoeken. Wij zijn altijd enthousiast, heel enthousiast over van allerlei vondsten en dat soort dingen. Dus ook blikjes en lipjes en we vinden het altijd interessant van wat komt er nou eigenlijk uit de grond. Dat zie je eigenlijk ook in onze video's weer. Jawel, the one and only Mr. Pascal. Mooi signaal, jongen. Ja, wat is het mooie. De eerste keer zijn we in het bos geweest en we waren al super blij dat wij de kogeltjes uit de grond hadden. Vanaf dat moment begon het gewoon te kriebelen. En toen dachten we echt van, dit is gewoon wat we moeten doen. Ja, we gaan vaak op Google. Tenminste, ik op Google kijk vaak, is hier wat in de buurt gebeurd? Je hebt bijvoorbeeld bij Lemmer, bij de Galmadammen. Dat denk ik heel snel. Voor mij was het ook een paar keer dat ik het goed uit kon spreken, maar daar in de buurt heb je bijvoorbeeld een Spaanse vloot die is daar aangemeerd en die hebben daar toen een veldslag gehad. Dus daar zijn bepaalde dingen die je dus kan vinden. Mijn mooiste vondst op dit moment is dus een handelaarsring uit 1400 tot 1600. Pan is er in principe, die heeft erop gereageerd. En die heeft dus gezegd van dat hij uit 14 tot 1600 komt. Wow. En ik ben nog eigenlijk aan het uitzoeken wie de familie nou precies is. De man van de pan heeft wel gezegd van, degene die zo'n ring kon bekostigen in die tijd, die had echt wel een eerste rangsplekje in de kerk. Dus ga eens een keer in de kerk kijken, kijk naar de plaathuizen op de grond. En die hebben ongeveer hetzelfde logo als dat op die ring staat. Dus ik ben nog wel benieuwd wie dat eigenlijk is, wie de eigenaar is. Vrij recent heb ik een gouden ring gevonden. En daar ben ik echt wel super trots op. Want je vindt niet echt goud. Wij als lompe boeren, jongens, dachten nooit eigenlijk dat we goud zouden vinden. Want dan zien we allemaal op Facebook voorbij komen, iedereen vindt goud. Pascal, maar niet voor de verkoop toch? Hè? Nee, hij blijft mooi bij mijn vitrine. Ja. En hij blijft achter gesloten deur. Ik heb denk ik weer een gouden munt gevonden. Echt? Ja. Dit is goud. Een gouden munt. Let op. Niet. Oh my god. Dat is goud. Zomaar een gouden munt. Een gouden munt. Hij doet het ook gewoon, hè? Een gouden munt.
Fuck. Oh my god. Zomaar uit het niets. Wie had dat gedacht? Oh my god. Goud. Detectorist Wesley Dabo heeft een succesvol YouTube-kanaal en Facebook-groep met de naam Digging the Past. Hij is een erkend en bekend metaaldetectorist die in de Dutch Adventure Hunters een hoofdrol speelt. Minstens één keer per week trekt hij erop uit en zoekt stad en land af naar bijzondere vondsten. En met succes, want zijn vitrinekast is inmiddels een klein museum. Er blinkt het nodige goud en zilver en talrijke historische artefacten in alle soorten en maten. Ik zie vanzelf wel of mensen ja, abonneren of zo, of weet je, of iets. Maar soms als ik een leuk filmpje heb, dan post ik het wel eens op sociale media kanalen. En over het algemeen van ja, mensen kijken even goed wel van wat je nou hebt gevonden. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Digging op de Pest. Vandaag zijn we weer met 10 Vanquish. Alle Vanquishers zijn weer bij elkaar. Ze hebben elkaar gemist. Als je met een hele leuke club hebt en die vindt dat, die vindt weer wat anders, dan vind ik het altijd wel heel leuk om wat over te vertellen als ik het weet. En vaak ook de gezelligheid, hè, de reuring eromheen. Ik bedoel, je gaat met die mensen om, die hebben allemaal dezelfde hobby. Ja, dan heb je eigenlijk eindeloos gewoon, het is gewoon eigenlijk een dagje uit gewoon. Elke keer als we zoeken, is het gewoon een dagje uit. Ik moet minstens toch wel één keer per week zoeken hoor. Ja, dat zal het mooiste zijn. Maar ja, ik heb altijd wel, zeker natuurlijk als je op Facebook kijkt en dan zie je weer mooie vondsten, dan heb je toch altijd wel weer die drang, weet je wel, van nou, ik zou zelf ook wel weer even willen zoeken. Het is alweer een week geleden, potverdorie. Maar ja, over het algemeen, het is ook echt een verslaving, laat het zo zeggen. Ja. Nou, ik denk dat ik er sowieso wel 3-4 dagen achter plak. Het maken ervan, het determineren, wat is het? En daarna nog eens een keer even het bewerken ervan en het fotograferen en noem maar op. En dan ook nog het filmpje editen en dan uiteindelijk ja, moet je ook wel een beetje bij jezelf nagaan van moet zoveel uurtjes doe ik dat dan en dan kom ik er wel uit en dan ga ik het renderen en dan publiceer ik het op YouTube. Dus, het is eigenlijk meer het voorwerk waar het meeste tijd in zit. Wim de Bruyne is de YouTuber van de week. Wim maakt niet alleen leuke filmpjes, maar is ook een fantastisch fotograaf. En hij is één van de zoekers die zich inzet voor de stichting Gevonden Verloren. Wim de Bruyne is een gepassioneerd metaaldetectorist die met zijn aanstekelijk enthousiasme kijkers en collega-zoekers meeneemt in zijn wondere wereld van verbazing en plezier. Hij zoekt op speelplaatsen, op akkers en in het water. Deze zomer is hij zelfs van plan zijn geluk onder water te beproeven. Kortom, een allround metaaldetectorist die wekelijks wel ergens in Nederland te vinden is. Ik neem de mensen als het ware mee tijdens mijn zoektocht. En vind ik dan iets wat rotsje is, dan laat ik het ook zien. En vind ik iets heel moois, ja, dan is het natuurlijk kick. En dan laat ik mijn blijdschap zien en ik laat mijn verdriet zien. 1, 2, 3, 4, nou ja, 18 euro en nog wat. Dus ik ken de machine naar huis weer. De machine kan ik weer terugbetalen in ieder geval. Gevonden Verloren, dat is een uniek initiatief. Laat het even zien. Ja. Je kan jullie en je maten, want je doet het niet alleen, bellen. Nee, dat klopt. En dan? Ja, nou ja, we zijn een stichting. En we hebben iets van 45 medezoekers die deel uitmaken van de stichting. Dat zijn vrijwilligers, die zijn allemaal gescreend. We krijgen een telefoontje, of het is het bestuur. Het bestuur zet vervolgens de opdracht uit via een WhatsApp groep. Er wordt gekeken, de mensen die dan inschrijven op de opdracht, waar woonden de mensen, wie woont er dichtstbij. Want we vragen wel de machinekosten en die proberen we zo laag mogelijk te houden voor de mensen.
dan gaan we naar het adres toe. En daar gaan we eerst een gesprek met de persoon uit die iets verloren is. En soms is het heel helder. Soms is iemand op het strand geweest. Ik heb daar gezeten, mijn handdoekje uitgegooid. Mijn ring viel er vanaf en ik kan hem niet meer terugvinden. Nou, dat zijn vaak de makkelijke zoektochten. Alleen op het strand wordt natuurlijk druk gezocht door andere zoekers. Dus je moet net een master hebben dat je heel snel bent. En dat er nog geen andere zoeker geweest is. En legt hij dan ook en we vinden hem, dan krijgt die persoon hem altijd terug. Okay. Dus dat is eigenlijk de insteek, hè, van het verloren gevonden. Maar het kan ook wel eens gebeuren dat je ergens in een tuin moet gaan zoeken. Of ergens, iemand heeft een grote wandeling gemaakt en tijdens die wandeling zijn ze het verloren. Dan neemt de kans dat je het terugvindt natuurlijk wel af. Ja. Dus alleen we geven nooit op, we gaan altijd weer terug. Want we weten gewoon, hij moet dan daar nog leggen. Fijn, nou. Hey, fijn toch? Doe zo. Op het al, ja, fantastisch. Ja, super. Nou, luidjes. Weer een succesverhaal. Voor gevonden, verloren. Een gelukkig persoon. Super bedankt. Vondst is een zegelstempeltje en het zegelstempeltje is gedateerd door de PAN en de PAN is de archeologische dienst die je kan benaderen als je oude vondsten vindt en het is gedateerd tussen 1400 en 1600 in. Nou, hartstikke mooi, ik ben nog steeds heel erg benieuwd, ja, wie heeft het vroeger gebruikt, waar is het voor gebruikt, is het een belangrijk persoon geweest, dus ja, dat is een hele mooie vondst en een hele mooie ring die ik ooit gevonden heb. Bij Rotterdam in de buurt, in de klei, in het water. Ja, een ring die gewoon ontzettend veel karakter heeft. En dat filmpje, dat is terug te vinden op mijn YouTube-kanaal natuurlijk. Ik heb wel 20 keer zo'n schep gegeven, geloof ik. En bij de laatste schep, ik wou het net opgeven, haal ik deze omhoog. Hij lag zeker 20 centimeter diep in de blubber. Dus jongens. Een topvondst voor mij vandaag. Hey. Hey, kijk of van de meer ligt in die blubber. Je weet het nooit en wie die waagt in die wind. Gasten, ik kom bij jullie terug. Ruud Klein, alias de Toy Soldier, is een bekende naam binnen de metaaldetectiewereld. Een graag geziene metaaldetectorist bij zoekdagen en een absolute kenner die al vele jaren de velden afstruint op zoek naar bijzondere vondsten. En hij heeft al heel wat beauties het daglicht laten zien. Ook runt hij een uiterst succesvol YouTube-kanaal met meer dan 10.000 abonnees, waar hij niet alleen zijn eigen avonturen laat zien, maar ook heel veel educatieve filmpjes presenteert. Hij dient voor velen dan ook als een vraagbaak. Ik probeer zoveel mogelijk die vragen te beantwoorden. Als nou een vraag nou heel vaak voorkomt, want ja, je krijgt heel vaak ook dezelfde vragen, dan probeer ik niet meer persoonlijk antwoord te geven, maar dan probeer ik die vraag te verwerken in een video. Dus als ik 10 keer dezelfde vraag heb gehad, dan pik dat mee en als ik dan aan het zoeken ben, probeer ik die vraag te beantwoorden in de praktijk. Dus niet alleen door dat uit te leggen, maar ook door het te laten zien. Het kanaal bestaat 5 jaar, maar ik zoek natuurlijk al veel meer. Meer dan 20 jaar, denk ik. En dat is begonnen met een beginnersmetaaldetector, net als iedereen. En dat is uitgegroeid tot een interesse waar ik mijn eigen in heb vastgebeten. Geluk gehad met veel personen om me heen die ook heel veel verstand ervan hebben. En veel lezen, veel proberen, veel zelf uitzoeken, veel. Het is een hele bubbel van informatie die je samen vormt tot één grote hobby. Als je eenmaal een metaaldetector gevonden hebt of gekocht hebt, ja, dan begint eigenlijk de reis naar de hele hobbypas. Ander sterk punt van de Toy Soldier is dat hij in al die jaren zoeken heel veel parate kennis heeft opgebouwd. Hij kan al vrij snel determineren wat er gevonden is. Die kennis is hem niet zomaar aankomen waaien. Als je je eigen verdiept in de geschiedenis, dus niet alleen in de vondsten, maar ook in de geschiedenis, en je kijkt naar foto's of schilderijen of tekeningen,
En je gaat kijken wat de gebruiksvoorwerpen waren in die tijd. Je gaat kijken wat voor kleren die mensen aanhaalden in die tijd. Wat voor kleding. Dat heb je allemaal gedaan om het zo je eigen te maken. Ja, je moet zoveel mogelijk informatie vergaren om het je eigen te maken. Als je natuurlijk 10 keer een schilderij hebt gezien van een edelheer met een belletje om zijn nek. Dan is de keer dat je dat belletje vindt, komt dat schilderij weer omhoog. Maar je hebt altijd wel een verhaal erover. Ja, maar ja, dat kost jaren. Dat kost tijd. Dat kost tijd, dat kost interesse. Dat... Maar ja, als je hobby je passie is, gaat dat vanzelf. Als je er moeite voor moet doen, is het ook niet echt je passie. Als het je niet interesseert, dan blijft het moeite kosten om dat te onthouden of om daarin verder te gaan. Maar als het je passie is, als je dat, dan vind je dat niets meer dan normaal. Als je je eerste duit vindt, is dat de bijzonderste duit die er is. Nou, koester die, want je gaat in de loop der jaren nog honderden van die duiten vinden. Maar als je nou een hele speciale munt vindt, ja, dan wil je die natuurlijk wel goed verzorgen. Want de kans dat je er nog zo een vindt, is niet zo groot. Dus dan ga je onderzoek doen, dan ga je kijken van oké, welk metaal is het, welk materiaal is het. Wat is de beste manier om dat materiaal schoon te maken? Of moet je het wel helemaal niet schoonmaken? En dan heb je het schoongemaakt en dan wil je dat die mooi blijft. Of in ieder geval geconserveerd blijft. Welke dingen kan je gebruiken om dat te conserveren? En welke dingen juist niet? Beschadig je je fonds onomkeerbaar? Dat is het probleem natuurlijk. Dat is het probleem. Dan is dat er niet meer. Dan is dat klaar. En die, ja, ik zal er even kijken, we hebben hier niet alleen gratis hier. Ja, ja. Ik wil jullie niet lastig maken. Nee, nee, ja. Hey, bescheidenheid zie je de mens. Ja, nou, ik zou zeggen, hey, in gezelschap, loop rustig door. Wij gaan gewoon weer verder. Oké. Okay. Ja, dat komt erin. En Ruud, weet je natuurlijk ook, als je dan iets gevonden hebt, hè. Jij bent ook niet zo'n, ja, je houdt het zelf, of hoe gaat dat? Ja, voor mij is het puur om een persoonlijk archief te creëren. Hoe moet je dat zeggen? Een collectie. Ik zoek niet voor opbrengsten. Dus als iets heel veel waard is of iets is niet waard, voor mijn gevoelswaarde kan het soms gewoon hetzelfde zijn. Niet alleen zoeken dus, maar ook de kunst om vakkundige filmpjes ter behoeve van zijn YouTube-kanaal in elkaar te zetten, is aan Ruud Klein wel besteed. De eerste keer dat je een filmpje van jezelf maakt, dan ga je op het scherm kijken, dan zit je te editen. Nou ja, dat, nu noem je dat editen, maar toen noemde je dat in elkaar plakken. Dan kijk je naar jezelf en dan denk je, oh, waar ben ik al begonnen? Wat zie ik eruit? Moet je kijken hoe ik kijk? Is mijn stem zo? Dat moet je als eerste al los gaan laten. Je moet niet meer nadenken over hoe ik eruit zie, of hoe mijn stem klinkt, of wat ik vind. Dat moet je loslaten. Je brengt content, je wil iets aan het publiek geven. En daarmee stel je dus de informatie en de content van de hobby boven jezelf. Annemiek Simons is de YouTuber van de week. Zij is nog maar 2 jaar als metaaldetectorist actief, maar heeft in die korte tijd een onuitwisbare indruk achtergelaten. Samen met haar zoekvrienden is ze gemiddeld 2 keer per week wel ergens in Nederland op een akker of veldje te vinden. Nou, eerst was ik eigenlijk met magneetvissen begonnen. Want ik wilde wel iets, had ik wel gezien, maar ik vond het eigenlijk een beetje vies. En alleen is dat ook best wel gevaarlijk, vond ik. Want ik zat een keer aan een scooter vast. En dan sta je daar alleen. Dus toen dacht ik, nou, ik ga wat anders doen. En toen zag ik metaaldetectie op YouTube. Filmpjes voorbij komen. Ja, filmpjes voorbij komen. Toen ben ik verder gaan kijken. En toen dacht ik, nou, dat lijkt me echt leuk. Nou, ik heb veel video's gekeken om te kijken wat de regels zijn en hoe een metaaldetector werkt. En toen ben ik gewoon gaan oefenen. Ja, en heb ik in het begin heel veel ijzer opgegraven. Veel troepjes. Ja, veel troepjes, ja. Ja, dat klopt. Maar in de loop der tijd kwam de ervaring, hè? Het is gewoon wel tijd nodig om je detector te leren kennen.
Dus de geluiden en de nummers. En dan denk je, oké, dat ga ik laten liggen. En dat is echt wel iets, dat ga ik graven. Maar dat is door ervaring, door veel te doen. Je bent ook de Garrett Girl, hè? Mag ik dat zeggen zo, toch? Ja, dat mag wel. Ja, ik ben met de Ace 300i begonnen. Ah. En toen na een halfjaartje dacht ik van, nou, ik wil eigenlijk wel wat uitgebreider. En toen heb ik de AT Max gekocht. Ook haar YouTube-kanaal timmert behoorlijk aan de weg. Inmiddels al ruim meer dan 1000 abonnees. Zoeken is één, maar ook nog een YouTube-kanaal runnen is een hele klus. Ja, dat klopt. Ja, ik dacht van, waarom niet? Er zijn alleen maar mannen veel mannen die zoeken, een paar vrouwen. Maar eigenlijk heb ik geen vrouwen gezien die ook dan YouTube-kanaal ervan maken. Dus ik dacht, nou, en had jij al zoveel kennis van filmpjes maken? Nee, eigenlijk niet. Hoe? Nee, ik heb ook daar heb je YouTube voor. Dus ik heb veel op YouTube gekeken. Welk editprogramma en welke camera's. En toen dacht ik, nou, ik ga het gewoon proberen. En het is hier gelukt, zeg. Ik vind het hartstikke knap. En dan iedere dinsdag staan we in de houding, hè? Want dan komt er weer een nieuw filmpje. Dat is wel een dingetje, toch? Hè? Ja. Iedere dinsdag. Ja, tot nu toe is het me wel elke keer gelukt. In haar filmpjes is Barry Target haar vaste zoekmaat. Maar sinds Annemiek Zoeken Met is gestart, is zij met een heel arsenaal leuke, vrolijke, vriendelijke en succesvolle metaaldetectoristen op pad geweest. Ja, ik heb eigenlijk gewoon soms ineens een idee in mijn hoofd en dan denk ik, nou, best een goed idee, ik ga het proberen. En dat was ook de serie Samen Zoeken Met. Ik dacht, het leek me wel leuk om andere mensen ook in beeld te brengen. En je krijgt er leuke reacties op, hè? Ja, alleen maar leuke reacties. Jouw mooiste vondst? Want wat zijn jouw mooiste vondsten? Een tijdje geleden had ik een paar keer dat ik vrij veel achter elkaar een Zeeuws knoopje vond. Dat was wel heel grappig eigenlijk. Maar pas geleden heb ik een halve rijderschelling gevonden. Dus ik heb wel zilveren muntjes had ik wel, kwartjes, dubbeltjes. En ik heb nu een zilveren rijderschelling, een halve. En het grappige hieraan is, aan dit verhaal, is dat ik pas geleden met Co ben gaan zoeken. En ook samen met Barry. En toen heeft Co ons een rijderschelling gegeven uit zijn verzameling. Zo van, jullie hebben er nog geen gevonden. Maar als je er een vindt, dan gaat deze die je nu krijgt van mij, geef je weer door aan de volgende die hem ook niet heeft. Ja, en het grappige was dat Barry een week later zijn eigen rijderschelling vond. En ik eigenlijk 2 weken geleden was volgens mij. En net zoals alle andere YouTube-metaaldetectoristen nam Annemiek de trofee graag in ontvangst als een beloning voor haar bijzonder leuke YouTube-kanaal waar je echt eens naar moet kijken. Dankjewel, ik ben er blij mee. Op weg naar heel veel nieuwe mooie vondsten. Ja, daar gaan we voor. Dirk Vink is de YouTuber van deze week. Samen met zijn zoekvriend Ben Drewel is hij wekelijks te vinden op een akker, veldje of bij het water. Dirk heeft bijzondere vondsten gedaan zoals 3 gouden munten en een Romeinse speerpunt bij het magneetvissen, dat hij ook met veel plezier en succes doet. Dirk is een bijzonder sympathieke zoekgenoot die deze keer met recht de YouTuber van de week is. Het opzetten en onderhouden van een YouTube-kanaal is een hele klus. Dat doe je zeker niet zomaar. Dus toen ik eraan begon ook, toen dacht ik van nou, dat doen we wel eventjes. Maar daar ben ik nu wel achter dat daar zit toch wel veel tijd in inderdaad. Maar het is zeker leuk om te doen. De reden eigenlijk ook dat ik er een beetje mee begonnen ben is gewoon ook voor de lol. En je bouwt ook contacten op. Dus je kan ook informatie met elkaar uitwisselen en van elkaar leren. Dus dat vind ik ook heel leuk. Dus dat mensen genieten van wat wij vinden ook. Nou ben jij een fervent metaaldetectorist, maar ook nog een magneetvisser. Ja, dat klopt.
Magneetvissen, dat is eigenlijk wat iets minder serieus. Hoe moet je dat zeggen? Je vindt vooral veel, eigenlijk geen archeologische vondsten of nauwelijks. Tenminste, ligt ook wel in het gebied waar je zoekt. Maar soms stuit je toch wel eens op leuke dingen, dus dat kan ook interessant zijn. Maar wat dat betreft is het iets minder serieus als metaaldetectie. Ik ben alleen in de metaaldetectie geïnteresseerd. Ja. Omdat ik toch zoiets heb van, met magneetvis hou je er toch meer kluizen uit. Het oude spul is toch meer, ligt toch meer met metaaldetectie, vind ik. Het is eigenlijk altijd spannend wat er tevoorschijn komt. Net als met magneetvissen, ja, je voelt dat er wat vastklikt aan je magneet. En dan is het natuurlijk de verrassing wanneer het boven het water komt, dan zie je wat het is. En dat maakt het spannend en dat is met metaaldetectie natuurlijk ook zo. Je vangt een signaal op met je metaaldetector en dan ga je ernaar graven. En dan zie je pas, het is als cadeautjes uitpakken eigenlijk. Wij doen vooronderzoek, dus wat is er gebeurd in het gebied, is er grond aangebracht ook en toch wel dat je de geschiedenis, de verhalen erbij op gaat zoeken. En kom je eigenlijk steeds meer te weten. Vondst, dat is een, ik vind toch wel de mooiste vondst, is de scheepspasser uit de, wat is 16e, 17e eeuw. Oh, die heb je wel dat kunnen determineren, dat is ja, nou ja, via internet dan. Ja, natuurlijk. Dus dat vind ik wel een van de mooiste vondsten en munten ben ik ook gewoon heel erg geïnteresseerd in, ja. Met metaaldetectie, mijn meest bijzondere vondsten, dat zijn toch wel de drietal gouden munten die ik op één dag vond. Het is niet te geloven, zeg. Dat waren twee provinciale dukaten, eentje van Utrecht en eentje van Friesland. En de derde munt, dat was een Spaanse escudo. En die waren allemaal begin 17e eeuw. De 1609 en 1619 waren de dukaten. En de escudo, daar stond geen jaartal meer op, maar omdat ze zo dicht bij elkaar in de buurt liggen, dan moet dat ook wel uit dezelfde periode ongeveer geweest zijn. En nou gaan we naar het magneetvissen. Het magneetvissen. Wat is daar je mooiste vondst? Dat is een Romeinse speerpunt, lanspunt geweest. Vanmiddag dat, doe je niet, hè? Nee, dat is wel echt een topper. Dat ga je niet snel overtreffen, denk ik. Want die is minimaal 1600 jaar oud tot 2000 jaar oud. Wat maakt jullie nou zo'n goed team? Ja, wat maakt ons een goed team? Ik ken Dirk sowieso al voor het metaaldetecten. Dus wat maakt ons een goed team? Uithoudingsvermogen, inzicht. Uithoudingsvermogen, ja. Vriendschap, whatever. Ook, zeker. Gewoon heel erg veel interesse. Het is gewoon echt verslavend. Gewoon, als je eenmaal begint en oude dingen vindt, dan kan je eigenlijk niet meer stoppen. Dus. Ja, het is gewoon gezellig. We hebben inderdaad, wat Ben zegt, dezelfde interesse. Ja. Je vertelt wat over de vondst. Je kijkt bij elkaar als je weer wat moois hebt gevonden. Ja, dat blijft gewoon prachtig. Ton Los is de YouTuber van deze week. Deze Mindlab-detectorist is ook een creatief meesterbrein die allerlei fraaie 3D-projecten realiseert. Ook de YouTuber van de Week-trofee heeft hij bijvoorbeeld ontworpen en gemaakt. De naam van zijn kanaal Hunting Coins doet vermoeden dat hij zich uitsluitend op het vinden van munten concentreert, maar niets is minder waar. Nee, het zijn heel veel relics, gebruiksvoorwerpen van vroeger, van alles eigenlijk. Alles wat interessant is en wat een beetje geschiedenis heeft. We stonden vroeger al, stond ik met mijn broer in sloten te harken, een pijpenkop omhoog te halen, oude tinnen lepels.
En het fascineert me gewoon dat iets wat zo ver uit de tijd komt, dat je dat nou weer vasthoudt en dat het van iemand is geweest in die tijd. En dat, ja, dat vind ik gewoon fascinerend. Wat onderscheidt een, het is een moeilijk woord, maar laten we zeggen een slechte tot matige metaaldetectorist van een goeie? Een goeie die laat de boel netjes achter eigenlijk, dat is het grootste verschil. Dus een slechte die laat zijn kuilen openleggen en een goeie maakt ze netjes dicht. En verder moet je eigenlijk gewoon plezier hebben in een hobby, dat is eigenlijk het belangrijkste. Essentieel om leuke dingen te vinden is natuurlijk goede grond. Goede grond en veel geduld ook natuurlijk, want anders hou je het niet vol in deze hobby. Goede grond. Ja, dat is, je kan af en toe een beetje mazzel hebben, maar je kan ook onderzoek plegen op het internet. Hoe vind je goede grond? Via internet of is het ook een stukje ervaring? Ja, op een gegeven moment, je vangt allemaal tips op, zeg maar, vooral op Facebookgroepen, er zijn er heel veel van. Die hebben we zelf ook. Daar vang je veel tips op hoe je erachter komt waar goede grond is en wat voor plekken je moet gaan zoeken. Dus er zijn talloze manieren om erachter te komen. En hoe merk je dan dat het goede grond is? Door bijvoorbeeld aardewerk? Ja, zodra je kuilig het graven op een land bij een signaaltje en je komt veel potscherven tegen. Dan kun je daar aan de hand van die scherven eigenlijk al heel vaak zien uit wat voor tijd, in wat voor tijd je staat te graven eigenlijk. John, hoeveel jaar ben je nu eigenlijk al metaaldetectorist? Ja, ik heb de hobby weer opgepakt in zo'n beetje in 2013. Dus 7 jaar eigenlijk nou. 7 jaar. Noem eens even wat fraaie vondsten. Ja. Hoef je niet te beperken. Nee, nou ik heb een heel oud zilver muntje gevonden van een Grieks muntje in de polder uit 380 voor Christus. En dat is een van de oudste muntjes die geloof ik gevonden is en aangemeld ook is. Verder gouden ringen uit de 16e eeuw. Ik heb een pauselijk lood gevonden onlangs uit 1450 van paus Pius. Dus dat zijn hele mooie vondsten. Veel munten, gouden munten, zilveren munten. Veel rond 1600. Dat is eigenlijk in het gebied waar ik zoek is het vooral 1600. Ja, als ze ouder zijn als 1600, dus van voor 1600, dan meld ik ze aan. En dat doe je bij de PAN of zijn er nog andere instanties? Bij de NUMIS doe ik dat. Oké, dat is specifiek voor munten? Ja. Ja. Goud. Ja, echt. Kijk eens even, hier is die. Oh, wauw, te gek. Echt, verdiend. Ja, leuk. Dankjewel. Wij vinden het geweldig dat heel veel mensen hun hobby ook delen met de gemeenschap, om het zo maar eens uit te drukken. En deze uitermate professioneel, good looking. En wat heb ik al een goede reacties op deze trofee gehad. Heb jij gemaakt, John? Ja, super, dankjewel. Is dat een hobby of hoe gaat dat? Dat is ook een hobby van me. Weet je, knutselen, 3D'en met mijn lasermachine, van alles. Ik maak ook sieraden van metaaldetectors. Dus dat doe ik er ook bij.